Heel goeie avond. Voor het tweede opeenvolgende jaar wint een Belg Milan Sanremo. Na Wout van Aert vorig jaar is het nu Jasper Stuyven. Hij verraste de favorieten met een aanval na de afdaling van de Poggio. In een uiterst spannende finale bleef Stuyven net Caleb Ewan en Wout van Aert voor. Het is zijn eerste overwinning in een topklassieker. Milan Sanremo begint op de Poggio na ruim 290 kilometer. Julien Alaphilippe valt aan, Wout van Aert reageert, topfavoriet Mathieu van der Poel is niet meteen mee. We komen boven met een kopgroep van een tiental renners, daarbij ook Sagan, Ewan, Pidcock, Stuyven en Van Avermaats. Net voor ze beneden zijn, demareert Jasper Stuyven en hij slaat meteen een kloof. De Deen Kraag Andersen reageert nog en komt bij Stuyven. Ook de anderen komen nog erg dichtbij. Op de Via Roma zet Stuyven van ver de spurt in, Andersen begeeft. Jasper Stuyven houdt wel stand, Caleb Ewan strandt op plaats 2, Van Aert is derde. Jasper Stuyven won al Kuurne-Brussel-Kuurne en de omloop het Nieuwsblad. Met Milan Sanremo heeft hij zijn eerste monument beet. Ik zag gewoon dat er heel snelle jongens waren. En dan eindig ik misschien rond de vierde, tussen de vierde en de zesde plaats of de vierde en de achtste plaats. En ik heb gewoon al een paar keer gezegd, ook denk met de ploeg tegen vrienden, van het is liever alles of niks en met niks. Of ook is met alles. En vandaag is dat alles. In het Terkamerbos in Brussel hebben zowat 1000 mensen betoogd tegen de coronamaatregelen. Ook op andere plaatsen in de wereld vonden gelijkaardige demonstraties plaats. De meeste betogers droegen geen mondmasker en hielden ook geen afstand van elkaar. Volgens de betogers richtten de maatregelen vooral economische en mentale schade aan. De politie was massaal ter plaatse en vroeg de actievoerders om zich aan de maatregelen te houden. Omdat ze dat niet deden, vroeg de politie hen om naar huis te gaan. De sfeer werd hier en daar grimmig, maar echte incidenten waren er niet. Er is wel één betoger opgepakt. Wij mogen niet als niks zeggen, wij worden hier weggejaagd. Gezien hoe vredelief dat wij hier zitten, wij worden hier weggejaagd. Dat is toch niet meer normaal? De mening mag niet meer. Daarvoor komen wij vandaag op, hè? Voor onze vrijheid. Hè? Voor de vrijheid van ons en van de kinderen en van onze toekomst, van iedereen. Om de stijgende coronacijfers onder controle te krijgen, wil de overheid dat bedrijven waar mensen niet thuis kunnen werken, sneltesten gaan gebruiken. Die kunnen eventuele uitbraken van corona op het werk veel sneller in kaart brengen en dus stoppen. Bepaalde zogenoemde essentiële bedrijven gebruiken al langer sneltesten en dat wordt nu uitgebreid naar veel meer bedrijven. Meer testen op het werk. Het klinkt eenvoudig, maar was tot nog toe geen echt succes. Onder meer omdat een professionele zorgverlener die test moet uitvoeren, maar dat zou moeten veranderen. Zodra dat de nieuwe coronawet er komt, dan kan men ook door een aantal uitvoeringsbesluiten vrij eenvoudig de procedure vergemakkelijken. Bijvoorbeeld mensen die geen zorgprofessional zijn, ook deze testen dan zouden kunnen uitvoeren. En natuurlijk, de volgende stap en de finale stap is uiteraard deze snelle antigeentesten ter beschikking te stellen als zelftesten. De zelftest is op zich heel gemakkelijk. Je moet minder diep gaan in elk neusgat en na een kwartiertje heb je je resultaat. Grote valkuil is dat een zelftest een vals gevoel van veiligheid kan geven. Want een negatieve test betekent niet dat je 100% zeker niet besmet bent. Ze maken deel uit van een strategie, maar ze mogen niet de beschermingsmaatregelen vervangen. En dat is een zeer moeilijke boodschap, maar dat is ook een zeer belangrijke boodschap. En ik zie dat al mensen spreken van de toegang tot de vrijheid dankzij de zelftesten. Wel, dan denk ik dat zij ons helemaal niet gaan helpen in het bestrijden van de pandemie. Mijn test loopt goed af. Ik test negatief. Niet alleen op de werkvloer, ook in de scholen worden coronabesmettingen doorgegeven. En daarom moeten de ministers van Onderwijs tegen maandag met een plan komen om dat aan te pakken. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weitz zegt dat hij al maatregelen genomen heeft, zoals de verplichting om mondmaskers te dragen in het vijfde en zesde leerjaar. Er wordt onder meer geopperd dat de scholen dicht moeten de week voor de paasvakantie, maar Weitz ziet dat liever niet gebeuren.
Het sluiten van scholen is het allerlaatste wat je doet vooraleer dat je alle andere maatregelen hebt genomen. En dus dat is mijn duidelijke boodschap. Wat men ook voor ons zou kunnen doen, voor ons onderwijs, is voorrang geven aan de leerkrachten voor de vaccinatie. Dat zou ons helpen. De voorzitter van de partij Groen, Meryem Almaty, wil dat er toch wordt nagedacht over afstandsonderwijs in de week voor de paasvakantie. Dat zei ze in de ochtend op Radio 1. Die randvoorwaarden in het onderwijs wordt ongelooflijk belangrijk. En daar moet je de openheid van geest hebben als het nodig is om scholen flexibel te sluiten. Laat ons daarover praten. Ik zeg nu niet, ik breng geen zwart-wit verhaal, maar ik zeg wel, als je ziet hoe de cijfers evolueren, mogen er ook geen taboes zijn. Turkije trekt zich terug uit het belangrijkste internationale verdrag om geweld tegen vrouwen te voorkomen. Tegen die beslissing is al meteen geprotesteerd door vrouwenrechtenorganisaties in Istanbul. Het verdrag kwam in 2011 in Istanbul tot stand om vrouwen te beschermen tegen onder meer huiselijk geweld en genitale verminking. Maar volgens de regeringspartij van president Erdogan is het verdrag slecht voor de eenheid van het traditionele gezin. Het zet aan tot meer echtscheidingen en moedigt homoseksualiteit aan, klinkt het. Veel Turkse vrouwen zijn nu bang dat het geweld tegen hen zal toenemen. Evet, artacak. Çünkü zaten artışta. Zaten hani bir dur yok ki. Her gün bir haberle uyanıyoruz. Her gün bir haberle geri uyuyoruz. Yatağımıza girdiğimiz anda sorguluyoruz. Hani ölüm bitmiyor. Kadınlar ölüyor. Erkeklere bir şey olmuyor. Erkekler yaşıyor. Maandag is het precies 5 jaar geleden dat ons land getroffen werd door 2 aanslagen. Op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek. Ik weet op dat moment wat ik dacht en wat ik voelde. Ik kan ook het geluid horen van de explosie. Ik heb verschillende dingen gezien en gehoord. Laurens raakte zwaar gewond. Hoe het nu met hem gaat, dat verneemt u in het journaal van 7 uur. Bedankt voor het kijken en tot later.